Hey, hallo! We beginnen nu al. Hey, hallo! En welkom bij... Nou, open jij het dan, open jij het. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe GTA 5 video. Dit is geen GTA 5 video, dus dat kan het niet. Nee, dat is waar. Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met Don. En ja, ik maak natuurlijk normaal gesproken gaming video's. Maar ik ben ook regelmatig met mijn kopje te zien in de vlogs van Don. En daar gebeuren ook nog best wel eens wat leuke dingen. Een beetje Geer en Goor momenten, maar dan Roy en Don momenten. En daar gaan we vandaag op reageren. We gaan reageren op de leukste Roy en Don momenten. Mag ik gelijk inkoppen? Ja, tuurlijk. Er is één vlog. Ja. Dat Roy de meest hysterische lach heeft die ik ooit heb gehoord. En dat is omdat zijn broer Danny een scheet laat en die stinkt zo erg. Ja, ja, weet je ook weer. Don spatie, slappe lach. Don slappe lach. Pik, echt. Oké, dit stukje. Het is, gast, jij barst uit en je perst tot de laatste seconde en op het einde. Zo extreem. Ja, we lachen vaak om scheten. Ja. Ik heb dit stukje een miljoen keer teruggekeken. Houd het zo veel, man. Geperst. Wat? Het stinkt. Zo. Maar ik weet nog wel, hij stonk zo erg. En Danny incasseerde alles, joh. Of is dat die scheet die hem ogen slaat? Oh. In Oostenrijk moet ik de hele dag huilen. In Wenen. ook hier aan het einde ergens pers jij de lucht eruit. Het is wel kut als je vrouw bent en je hebt een notallergie. Zo, wow, die was heftig. Maar hoor het einde, kan je? Wow, die was echt ziek, hè? Maar die was ook wel echt goed. Ik weet een moment, Pik. Als je het weer ziet, ga je janken. Ik denk dat je het vergeten bent dat dit op YouTube staat voor jou. Oh, ik tiefde in die stoel om. Oh, ja, 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 ja. 11 minuten, weet ik nog, hè. Ergens bij 11 minuten. Dus je moet met een skill move scoren. Wat zie je als een skill move? Nou, bijvoorbeeld kijk hoe jouw huis hier uit. Als je stand mee scoort of zo. Of dat je nadat je een schaar hebt gemaakt scoort. Of... Als je een schaar hebt gemaakt, kijk, kijk, naar dit standpunt, hoor. Zo! Oh, yo. Down, bro! Ik schaafde mijn armen heel hard langs die... Oh, ik heb trouwens een video vandaag op het internet gezien. Het heeft niks met ons te maken, maar moet je deze gewoon even laten zien. Ik heb gejankt. Echt gejankt. Gejankt van het lachen, oké. Er wordt een man hier aangevallen door vogels. Sebastiaan erin laten editen. Ja, dus gaan we erin laten editen. Dit filmpje is zo goed. Oh, heb je al een keer die vent gezien die in een trappenhuis echt van... Worden dit beste Don Roy momenten voor het ja, ja, alleen die nog, alleen die nog. Deze? Nooit gezien? Ja, wel, volgens mij wel. Oké. En er valt er nog een plank op zo. Ja, details zijn te goed, maar ik heb hem al te vaak gezien. Oh, kamperen in je achtertuin. Die was leuk, gast, die vlog. Hè, regent het nou hier? Oh. Zo, heb ik nou ook die stoel kapot gegooid? Kostte die ook echt €3,50. Oh. Oh. Ik heb pas gewoon even op je allerhardst, hè? Klapt die stoel uit 10 jaar gewoon. Ja, hier viel nog mee, maar deze... Hey, ja. We hebben die stoel in de hens gezet. Ja, daarna hebben we nog voor het kampvuur gebruikt ook, ja. Maar gast, dat kamperen, dat was echt Geer en Goor op de camping. Dat was echt niet normaal. Wanneer Roy op Tinder zit. Ja, die was ook heel goed, ja. Swipe. Oh, die stoel. Die stoel, jongen. Zo, die fikte flink, hè. We hebben het niet in de vlog gedaan hier, maar op een gegeven moment... Zat het niet in de vlog? Nou, in de vlog hebben we niet gedaan dat het levensgevaarlijk werd. Oh, ja. We waren bezopen en we hadden echt...
Gewoon mijn hele tuin was overhoop getrokken door een graafmachine. En we hebben gewoon elke boom, elk stuk hout hebben erop gegooid. Maat, de vlammen kwamen boven mijn boom uit en die boom is 10 meter. Voordat wij bezig waren met dat kampvuur had je ook echt nog heel veel, hoe heet dat ook, compost? Weet je dat zo? Ja, compost. Ja. Maar het was wel droog die periode. Dus. Ja. En alles, weet je, als was het nat, het fikte wel, omdat het zo groot werd. Ja. Het spuwde stukken brandend vuur en dat viel op de parkeerplaats naast mijn huis en dat kon echt niet, man. Het liep helemaal uit de hand. Oké, maar even voor het contrast. De vlog skipt nu zo meteen van dit. Nou, let op. Naar wat? Oh ja, naar slapen in de tent. Nee, naar dit. Hier... Nou, dit was niks vergeleken met hoe hoog die vlammen waren. Nee, want hier was het al bijna op. Ja. Roy is aan het wapperen, lekker vuur erbij. Roy is aan het wapperen. Nou, dat doet hij ook altijd met die scheten van hem. Ja. Koning daarom, wapper. Dit was voor mij geen probleem natuurlijk. Dit was voor mij geen probleem. Pik, we waren obsessief met het vuur. Dat was niet normaal. Niet normaal. We bleven maar fikjes stoken. We waren echt pyromanen. Oh, gast, hier komt een grappig stukje. Ja. Let op. Streep op je gezicht zitten. Ja, gast, ik heb zwarte roetvee. Ik ben gewoon roetvee, Piet. En het allergrappigste is nog, we gingen net een thumbnail maken en we hadden gewoon een wespa-attack. En Don kreeg geen shirt. Oh ja, je kreeg een wesp in je shirt! Weet je dat nog? Nee. Jawel, jij kreeg een wesp in je shirt. Jij bent helemaal gek. En dan nu een shout-out naar de legende die dit filmpje heeft gemaakt. Hij heeft ook gewoon 70.000 views, 6 maanden. Nou komt nog het mooiste. Ik ben dus erachter gekomen dat dit kanaal, die maakt dus alleen maar farting compilaties van andere bekendheden, zeg maar. En je hebt dus gewoon mensen met een fart fetish die op die pagina geabonneerd zijn. Je zag ook gewoon comments van, oh my god, his farts are so bossy. En dan wat dat soort shit. Ja, serieus. Ja, wacht, ik ga dat even laten zien. Ja, wel, hier, kijk wel. They are all so bossy. Zie je? Zo, die was hard! Ik heb echt... Oh, dat is niet heel erg. Zo! Ging maar door. Alsof je hele broek vol schijnt. Niet normaal. Ik denk dat ik er een heb, bro. Die ging nog door. Ik denk dat ik er een heb, bro. Zo, want er zit de hele avond te wachten op Roy's scheten. Piepoepie. Wow, dat leek gewoon ook echt... Huh? Dat leek serieus vuurwerk gewoon. Dat leek echt vuurwerk. Chichi, hoorde je. Auw, het leek echt knalherten. Nee, was ik op een gegeven moment ook helemaal klaar. Bro. Oh, ik... Ah, dat vond ik echt niet leuk. Dat vond ik echt niet leuk. Dat vond ik zo niet leuk. Hoe groter disrespect kan je gooien dan door te scheiden op iemands eten? Want we moesten al tyfus lang wachten op die pizza. Ik was al schrik. We moesten zo lang wachten op die pizza's. Ja. Op die pizza's. Op die pizza's. Ja, op die pizza's. Zo lang! Hadden ze ook nog de verkeerde bestelling gedaan? Ja. Plus! Laat Roy een scheet op mijn pizza. Oh, wat was ik. Ja, maar weet je waarom? Dat was de enige keer dat ik boos op jou ben jij geweest. Jij zei, ooit. I want a pizza shit, bro. I want a pizza shit, bro. Dus ik dacht van, nou, you get a pizza shit, bro. You know. Ja, you're a pizza shit, pizza shit. Maar ja, ja ik vond die vers, man. Oh, ja. Zei je wat? Hey, jij vroeg me wat, toch? Zo naar de scheet terug, hè? Zo naar de scheet terug! Ik laat een scheet! Je vroeg me wat, toch? Gaat hij terug scheiten? Wat een guy. Oh ja. Welke vlog was het met rookmelder lucht? Dat was dat wij een Q&A gingen doen. Oh shit, bijna. Die is gedemonetized, hè? Bondion.nl, Roy. Hoezo? Grof taalgebruik ofzo. Hey, Roy. Roy. Mag ik even jouw hoofd kussen? Dat vond ik zo goed. Zo, die zegt dat te goed eigenlijk. Ja, ja, ja. Hey gast, wat voor patat wil je? Maat, ras. Graspatat. Niet eens. We gaan ook zo ver altijd. Een moment waar ik helaas niet bij was. Ik zou er nog net geen moord voor doen. Om erbij te zijn. om erbij geweest te zijn. Ik heb hierom, jongens, moeten janken van het lachen. Het is dan weliswaar geen Roy en Don moment. Maar het is wel een Don vlog moment. Don en Mees gingen dus...
op pad naar Friesland of zo, gingen jullie volgens mij. Om met de politiehondentraining mee te doen. Dit is zo'n guy die traint politiehonden. Dat heeft Mees geweten, moet je eens even kijken. Hij heeft hem neergehaald, hij raakt helemaal in paniek. Kijk, hij rent ook in dat pak, alsof hij een boom er heeft. Meester komt ie! Dit vond ik niet eens het grappigste komt zo. Let op het gezicht van Mees. Inhouden met schelden. Au, stop! Doe maar los! Hier moet hij huilen. Mees! Hij is zo fucking! Ik wil die nog een keer naar beneden getrokken hoor. Die kamer! Doe maar los. Hier is de duim mee, dan gaat hij nog een keer bijten. Kijk. Niet bewegen! Niet bewegen! Stil! Jongen! Zie je staan? Ja. Weet je wat ik het grappigste vind? Stop! Doe maar los! De details! Stop, doe maar los! Het is een politiehond, die gaat niet loslaten. Hij denkt dat hij hier gewoon doodgaat. Hij zoekt echt naar hulp, zo van alsjeblieft, help me! Die hond kijkt gewoon heel normaal. Mees! Stop! Maar los! Mees! Niet bewegen, niet bewegen! Mees! Hij zegt ook, stop, doe maar los. Een politiehond gaat niet loslaten. Dat snap je zelf ook wel, helemaal paniek. Ik zweer het je, weet je hoe heftig het is? Ja, ik zei, ik ga het nooit doen, man. Ik heb echt zoveel respect voor jullie dat jullie het hebben gedaan. Ik wil het echt nog een keer doen, dat was fantastisch. Maar jij bleef gewoon staan. Hoe kon dat dan? Jij had hem zien aankomen of zo. Mijn balans is gewoon beter dan. Ik ben licht, dus ik word gepakt en ik draai gewoon mee. Maar ja, meestal komt zijn hele gewicht erachteraan, hè. Echt, als ik hierbij was, ik had gepist in mijn broek van het lachen. Ik heb het trouwens weer off-topic, maar ik heb een film van QC gezien. Dat die klappen krijgt van Manhoef. Van wie? Van Manhoef. QC, volhouden. Volhouden, Q, volhouden. Kom je hier ineens bij dan? Ja, ik kreeg het in mijn aanbevolen. Ik dacht, hoe heb ik dit nog nooit gezien? Ik moest weer janken van het lachen eerste keer ik dit zag. Echt waar. Maar hoe kom je hierbij? Dat je dit ineens opzoekt? Ik kreeg het in mijn aanbevolen. En ik heb het gisteren gezien of zo. En ik moest echt janken van het lachen natuurlijk. Oh mijn god, gast. Ging je zo goed op. Gewoon dat Manhoef hield gewoon niet in, jongen. Hij sloeg hem helemaal tot snot gewoon. Maar we maken in die één opmerking in die kokenvideo voor jou. Weet je dat nog? Nee. Ergens zit één opmerking. Ja, volgens mij was dat hier. Kijk. Ik ben autist, ik pin die zo, zodat ik als ik ooit terugkom, verder dat... Mix. Imagine, als een varken en een koe gaan neuken, wat voor dier komt er dan uit? Rooi mezelf ze. Mix. Imagine, als een varken en een koe gaan neuken, wat voor dier komt er dan uit? Rooi mezelf ze. Die was echt zo goed ook. Disrespect eigenlijk. Die was hard, bro. Die zag ik niet aan. Kijk, zelfs je vriendin geeft. Dat was Ocean. Maar leuk dat je Jem vergelijkt met mijn vriendin. Nee. Jawel. Niet aan. Ja! Oh, neem je baard uit. Shit. Wat heeft Jem voor aan de handen? Ziek. Oh, gast. Oh, dat je uit dat winkelkarretje dieft. Oh, ik werd boos, jongen. Oh, dat vond ik Danny bleef ontkennen dat hij Roy niet trapte hier.
Roy wordt hier uit de winkelwagen getrapt. No, hard ook. No discussie. Ja! Danny, pas als die weg! Fucking. Wat gebeurde er? Hij was boos. Viel hij eruit? Ja. Nou, dat karretje draaide. Dus ik wil hem tegenhouden. Ik wil hem tegenhouden. Let op de beveiligingsbeelden. Oh. Echt. Niet te geloven. Waarom was hij zo boos? Als jij het had gezien, moest je gewoon pissen in je broek van het lachen. Ja, gasten, zeker gewoon de hele vloer om hier. Kom ik zelf gaan dweilen. Oh, camera. Oh mijn god, je moet niet opvragen. We hebben allemaal camera's. Roy boven. Ja. Oh, even van die manager vragen. Ja, dat moet zo. Oh mijn god. Dan ga je helemaal stuk. Oh, die moeten we hebben. Ik ga het nu vragen. Jij niet. Dit is goed. Je lijkt echt 16, gast. Oké, ik ga eerst onze reactie filmen. Dit wordt goud. Oh god, ze hebben hier van die ultra HD camera's hangen overal. Ik zat hard op mijn bek en nog last van echt. Mijn eten. Dit was niet te geloven. Je had echt last van je hol, ja? Ja, maar je zat niet van gisteravond. Oh, nee, dit is het. Dit is oh mijn god, het is ook echt in full HD. Dit meen je niet. Oh, ik ben uit beeld, want ik sta aan het schap. Hier komt. Oh, hier. Oh, wacht. Oh god, oh god. Oh, dit wordt... Oh mijn god. Oh mijn god, ik ga nu wel lachen. Hij is toch niet op, hij trapt toch gewoon vol om. Hij trapt hem vol. Hij trapt hem toch vol om, die kar. Jij dacht hij ontkent het nog. Ja, nog tot de dag van vandaag. Het is een half jaar geleden of zo. Weet ik veel hoe lang. Vier maanden, drie maanden. Half jaar. Hier, dit meen je gewoon niet. Kijk dan. Kijk. Je trapt hem gewoon net. Nee. Je houdt tegenhouden is zeg maar met je benen heel rustig zo. Hij trapt. Je ziet gewoon een volle... In één keer een volle beweging. Kijk, kijk, kijk. Danny, kijk. Je ziet die volle beweging met het karretje in één keer. Kijk dan. Boom! Ja. Oh. Zo breek je een pols. Ja, dat ik echt gelukkig had niks gebroken had. En die rolstoel en dit. Oh, wat goed. Erg kun je weer nagaan dat hoeveel dagen ik niet vlog bij jou. Oh, je werd wakker. Oh, oh. Met mezelf. Ik bedoel. Oh, wat ziek, hè? Ik val dan... Kijk, ik heb gewoon chronisch slaapgebrek. En als ik dan overdag in slaap val, dan zie ik er zo uit. Na mijn powernap. Ik was bij Roy in slaap gevallen half uurtje of zo. Nou, ik werd wakker zo op één kant van mijn gezicht. Wat dik, hè? Oh, wat is dat ziek, hè? Zo, dit is de enige keer dat jij ooit bent laten schrikken. Oh, ja, man. Hier had je me zo ziek. Hey, Roy! Ja. Die schrok je helemaal. Echt helemaal. Echte lamlazers, gewoon. Ah... 140 kilo. Was dat niet met Hoorschap of FIFA was dit? Ja, ik denk dat ik Pizzi. Ja. Wanneer je wiskunde aan het doen bent, ik denk dat ik Pizzi. Ja, dat is wel Pizzi moeilijk. Wanneer je met Sinterklaas over straat loopt, ik denk dat ik Pizzi. Die voel je echt heel grappig, hè? Ik denk Pizzi. Ja! Yeah. Yeah. Oh, zo slecht, maar zo. Ik ging er heel goed op. Cornetto. Ja, precies. Zag jij hem laatst nog? Ja, ik zag Cornet. Ja, nice. Jij ervaart elke emotie, of als je boos bent of blij, heel heftig. Als jij blij bent, ben je echt blij. Als je boos bent, ben je echt boos. Ja. Maar deze had jij gewonnen, ja. Oh, hier ging jij stuk. Hier wijden mijn geld weg of zoiets. Oké, we gaan binnen in 3, 2. 1, 0! Dat is Roy's saldo zo meteen. 0! Wow. Hey, geef me je geld, maat! Ja, dat is goed. Dat ding ook echt geldmaat heet. Ja, ja, ja. Kans 1 op 5 dat je 1,50 biljetje nu los moet laten en dan er achteraan moet rennen. En weer moet proberen. Dat is een goeie. Helemaal kut. 1,50 euro waar je zo nu moet laten vallen en dan snel achteraan. Maar ik ga hem verwaaien met dit weer. Ja, dat is het ding. 1 op 5. Ja? Eerst, ja, alleen voor mij. Okay, doe maar gewoon twee keer voor mij. Oké. 3, 2, 1, 1. Oké. 3, 2, 1, 4. Doe het alsnog, fuck it. Ah. Snel eigenlijk. Zagen ze daar nou, zaten ze daar nou op de achtergrond ook mee te rennen? Loopt gewoon niemand, lijkt zo. Oh, ja. Yeah. Well, dit stukje van die... Van die kano. Ah. Dat is ook goed, hè. Eentje sturen dan. Even een dingetje in je nek, hoor. Zit er in je nek dan, oh, ja, bro? Oh. Wat dan? Zit er ook in je nek? Ik schrok me in de pleurs, hoor. Dat er een beest in zijn nek zat.
Wat dan? Zit er ook in je nek? Helemaal zo inderdaad, dat moet je panic modus, ja. Gast. Hier sowieso. Oh, was dit niet met dat ding op mijn hoofd? Ja, helemaal stuk omgeven. Oh ja, 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 ja. Jongens, ik heb last van erfelijke kouheid, sinds dat ik een afro heb. Kijk. Hier ging heel goed op. Het lijkt net zo'n bosje in Fortnite waar je in verstopt. Manchester United, die verleiding. Oh, wat heb ik een bos haren. Hey, ik heb maar 3 uur geslapen, maar jij 1 uur. Ik heb jou nog nooit zo ADHD gezien. Nee, erg, hè? Oh, ja, heel goed, erg. Ja, echt heel. En inderdaad, wat Donald zei, ongetwijfeld missen we nu nog zoveel momenten waar we nu niet naartoe gekomen zijn. Maar willen jullie nou nog een deel 2 of dat überhaupt Don en ik gewoon reageren op dingen op het internet? Want schoten mij serieus net nog 4 dingen te binnen die niks met ons twee te maken hebben, maar waar ik graag met jou een keer op zou willen reageren. Maar ja, dan moeten we dat maar bewaren voor de volgende aflevering. Zijn er vlogmomenten waar jullie helemaal stuk om gingen van Roy en Nick? Zo. Laat het weten hier beneden. Dat is een goeie. Vlog erbij, timestamp. Wij gaan erop reageren, ja, voor deel 2. Dus voor deel 2, wil je dat nou doen? Even 5000 likes minimaal. En bedankt voor het kijken. Vond je dat leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Check het kanaal van Don in de beschrijving. Zien we jullie weer de volgende keer. Laters.